Zo belangrijk is vitamine D. De ADH, de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, kent u wel, wordt door het voedingscentrum gepropageerd. Als je die hoeveelheid nou maar neemt, dan zit u helemaal goed wat uw vitamine D-inname is. En die is voor vitamine D heel vreemd. Van 1997 tot 2008 was het gewoon nul internationale eenheden. Want zeiden ze van, in de zon krijg je voldoende vitamine D, heb je niet extra nodig. Oké, dan van 0 tot 100 internationale eenheden. Dat is opgehoogd in 2008. Maar men heeft niet willen zeggen van wat het nou wel was. En ze zegt, nou eet nog maar gezond, dan komt het goed. En in 2012 is er weer een nieuw rapport gekomen. En toen zei ze van, nou het is toch wel verstandig voor kinderen en ouderen om te suppleren. 400 internationale eenheden. En dan is natuurlijk belangrijk om te weten van, ja, maar hoe krijg ik nou 400 internationale eenheden binnen met mijn voeding? Trouwens, als je via de zon, hè, op die dagen wat ik zei, vitamine D in je huid, via je huid laat maken, dan zijn er dus echt wel zo'n 10.000 tot 20.000 internationale eenheden, dus meer dan voldoende. En alles wat je teveel maakt, dat schijnt het lichaam ook zelf weer af te breken. Dat is een heel mooi mechanisme. Over die bloedspiegel van vitamine D is veel discussie. De gezondheidsraad legt hem nog heel laag. Dat was dus zo'n 30 tot 50 nanomol per liter. Professor Muskiet in Groningen, ik denk dé man in Nederland die het meeste weet over vitamine D, die zegt, je moet toch minstens 80 hebben. Hij noemt het dan 80 is prachtig. Nou, hoe komen we op die 80 nanomol per liter? Amerikaanse vitamine D-expert die zegt, nou toch wel minimaal 100. En men heeft altijd gezegd, vitamine D is dé toxische vitamine. Dat is een vet oplosbare vitamine en daar mag je nooit te veel van nemen. Maar toxiciteit treedt pas op bij 250 nanomol per liter. Dan moet je echt heel veel vitamine D innemen. Dus de toxiciteit van vitamine D valt heel erg mee. Om nu, zeg maar van zo rond de 40 naar de 80 te komen, dan correleert dat om die steeds, dus, dan moet je per nanomol moeten er 40 internationale eenheden genomen worden. En dat betekent dat als je van 40 naar 80 wil, moet u maar even van me aannemen, dat het dan een inname vergt van zo'n 1600 tot 2000 internationale eenheden. Dus dan moet je toch wel wat innemen als je ziet wat de bronnen zijn van vitamine D. Dat is vis en dat is margarine of een supplement. Nou, in 100 gram zalm zit zo'n 450 IE. Nou, dan zeg ik van de vette vis, daar kunnen we wel wat mee. En als je een haring neemt elke dag, en zeker twee haringen per dag, dan kom je al op 1600 internationale eenheden, maar nog steeds niet op die 2000 internationale eenheden die de Amerikaanse experts aanbevelen om op een voldoende hoge bloedspiegel te komen. En ja, sorry, maar je moet toch echt wel wat boterhammen smeren. Wil je een enig effect hebben van de vitamine D die verrijkt is, waarmee die margarine verrijkt is? Want twee boterhammen geeft slechts 25 IE vitamine D. Dus dat is eigenlijk een beetje leugenachtig. Om u een indruk te geven van wat dat betekent. Nou, één haring per om de dag, dat vind ik al heel wat. Maar elke dag twee haringen. Dat wordt toch echt niet. Dus ja, dan is er maar één conclusie. En als je voldoende vitamine D wilt hebben, vooral in de winter, dan ben je gewoon aangewezen op suppletie. En als je het niet doet, dan ontwikkel je tekorten. Dat is de kern van het verhaal van vitamine D. En zo'n verhaal, niet zo uitgesproken, maar ik heb natuurlijk het mooiste voorbeeld eruit gehaald, kun je ook doen voor magnesium, voor vitamine C, voor vitamine E. En zo zie je dat met vitamine D als voorbeeld, dat je in een land als Nederland, en ik zal het later ook toelichten waarom dat het in Nederland zo is, dat je dus gauw tekorten ontwikkelt. Bij RC Liverpool in 2010, volgens mij, dat was namelijk in het jaar van de wereldkampioenschap in Zuid-Afrika, dat is voetbal,
Bij FC Liverpool, een voetbalclub in Engeland, waar toen ook Dirk Kuyt speelde, heeft men dus de bloedspiegels bepaald van de voetballers van het eerste elftal. En dan zie je dus dat in die eerste grijze verticale balk, dat is de meting in de zomer, en in de tweede verticale balk is in de winter. En dan zie je allemaal die figuren zo, dat is per speler, zie je dus dat de vitamine D-spiegel in die periode van 4-5 maanden enorm was gedaald. En ook tot een pijl bij vooral de onze, die echt op de korte wijzen. En zeg ik er dan meteen bij, stel nou dat ze eind april ook weer zo'n meting hadden gedaan, dan waren die spiegels zeer waarschijnlijk nog verder naar beneden gegaan. Dus zo snel gaat dat. Maar wat ik ook leer van dit onderzoek is dat er dus ook al wetenschappers zijn en sportclubs die steeds meer ook op dit pad gaan. En die ook steeds meer op zoek gaan wat kan voeding betekenen, en in dit geval vitamine D-suppletie wellicht, voor de prestaties van hun voetballers. En daar gaat natuurlijk prestatie en voeding en economisch, financieel gewin gaan hand in hand. Dus daar valt, denk ik dan, veel van te verwachten. Iets anders. Wat is gezondheid? De Wereldgezondheidsorganisatie heeft daar een prachtige definitie voor gemaakt waar we eigenlijk heel weinig mee kunnen. Gezondheid is een toestand van een zo optimaal mogelijk fysiek, mentaal en sociaal welbevinden, waarbij iedereen de kans moet hebben om als mens capaciteiten te ontwikkelen en te gebruiken met een maximaal aantal vrijheidsgraden en mogelijkheden. Laatst is sowieso niet belangrijk. Even die eerste zin. Gezondheid is een toestand van een zo optimaal mogelijk fysiek, mentaal en sociaal welbevinden. Prima. Kan ik het mee eens zijn. Maar het zegt zo weinig en je kunt er ook als mens, als arts, zo weinig mee doen. Op basis van de theorie van een Duitse arts, die heeft de gezondheidsschaal ontwikkeld. En daar kun je wel wat mee doen. Die zegt dat je je gezondheid op een schaal kunt zetten. Zeg maar van 1 tot 10, zoals een rapport. En bij de 1 is het een 10, hè, zoals die definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie, dan heb je een 10. Of je hebt een, zeg maar een 1 en dan ben je bijna overleden. En daartussenin heb je een aantal stadia. En dan kunnen we, als we dat kunnen we ook herkennen. En dan krijgt ziekte en gezondheid en de relatie tussen die twee ook steeds meer betekenis. Het hoogste stadium is een stadium van regulatie. Alles is dynamisch, alles loopt. Optimale gezondheid. Vooral kinderen natuurlijk, die daaraan voldoen. Ja? Of zo'n mannetje die vindt dat hij de oceaan over moet roeien. Nou, die heeft zich echt wel in een goede conditie gestoken. Ook trouwens met alles erop en eraan. Tot en met zijn sponsors ook. Dat hij dat kan doen. Dus die zit echt wel in een goede conditie. En dan voel je je ook gezond. En je ziet ook dat die mensen heel gezond zijn. Het is een en al levenslust. Dan, en dat hebben die lui in dat hoogste stadium ook wel, is dat ze echt zich heel ziek gaan voelen. Griep of malaise. Nou, iedereen kent dat natuurlijk ook wel. Dan kom je in het acute stadium. Je voelt je hondsberoerd. Je gaat onder de wol, je wil helemaal niks en je wilt uitzieken. Je hebt koorts. Oh, je hebt koorts. Ha, goed, want koorts is juist om je weer naar het hogere stadium te brengen. Maar dan ga je naar de dokter en die geeft je een koortsweerend middel. Dat is precies tegengesteld van wat je eigenlijk wil. Want die koorts heb je nodig om weer beter te worden. Gezonder te worden, nog een beter woord. En als het maar vaak genoeg gebeurt, ja, dan zak je, en ook door je eigen leefgewoonte en noem maar op, dan zak je naar een derde stadium. En dat is een stadium van chroniciteit. Je hebt iets onder de leden. Bijvoorbeeld een ontsteking hier of daar in je lichaam. En het rare is, dan lijk je heel erg gezond. Niks aan de hand. En je voelt je veel beter dan in dat acute stadium. Maar feitelijk ben je ongezonder. En als het maar gedurende het leven verder gaat, ja, dan kom je in een stadium dat je ook je schadelijke stoffen, dat je stofwisseling niet meer de schadelijke stoffen kan afvoeren, dat je eigenlijk geblokkeerd raakt, dat de hele dynamiek en ook de homeostase, zeg maar, dat het helemaal uit balans raakt. Je bent
De lever kan niet meer voldoende functioneren om de afvalstoffen uit je lichaam te krijgen. En dan kom je nog in een lager stadium. En dan krijg je ook verschijnselen van pijnlijke gewrichten bijvoorbeeld. Dus dat je echt klachten krijgt. Die afvalstoffen zorgen daar dan voor. En nog een stadium lager is het stadium van degeneratie. Je raakt niet meer kwijt, het slaat zich op en het deformeert ook bepaalde botten of gewrichten of dat soort dingen. Ja. En dit is eigenlijk nog een laatste stadium voor de dood. Dat is zeg maar van, de lichaamscellen die vertrouwen niet meer op het organisme om te overleven. Die gaan het voor zichzelf beginnen, zo gezegd. En dan heb je dus een tumor waarin bepaalde cellen zeggen van, dat systeem, dat lichaam, dat kan mijn zorg zijn. Ik ga gewoon voort als in mezelf. En ik hoop op die manier te overleven. Want het is allemaal gericht om weer omhoog te komen in die stadia. En daar kun je natuurlijk als mens heel veel aan doen met je voeding. Met beweging, met een gezonde lifestyle. En daar zie je ook, en daarom heb ik het ook in deze lezing, dat als je medicijnen neemt, dat is vaak het wegnemen van de symptomen. Dat weten we ook allemaal wel. Maar het brengt je eigenlijk lager op die schaal. Je gaat niet omhoog, maar je gaat omlaag. En dat is nou juist niet wat je wil. Orthomoleculaire geneeskunde. Wie kent de term orthomoleculaire geneeskunde?